Hoppa, paf paf. En ik sta gewoon weer op de linkerbaan. Je koopt hem voor 5 jaar garantie. Je koopt omdat hij aardig is geprijsd. Of omdat hij heel erg ruim is. Het kopen van een Hyundai kent genoeg redenen. Maar je kan tegenwoordig ook een hoop Hyundai's kopen omdat je gewoon echt een pure autoliefhebber bent. Nu zijn er namelijk al 2 bij de Hyundai showroom te vinden. De Hyundai i30N en de i30 Fastback N. En die laatste heb ik de afgelopen week gereden. Terug naar de basis. De i30 Fastback is al dat sexy broertje van de normale i30. Met zijn mooie aflopende daklijn. Een grote vierdeurs coupé als het ware. Hele mooie auto. Nog steeds. Ik vind het een heel chic design. Ook vanuit elke hoek dat je die auto bekijkt, klopt die. Qua proporties, qua lijnvoering. Het is gewoon een hele mooie auto om naar te kijken. Hoe ga je daar dan een hete N-versie van maken? Nou, je gaat hem verlagen, je brengt her en der wat spoilers aan, een subtiele achterklep-spoiler, front-spoiler, side-skirt. Je verlaagt hem dus uiteindelijk, gooit een mooie 18 of 19 inch lichtmetalen velgen onder met een N-line design. Rode remklauwen, een rood lipje aan de voorkant, mwah, zo. Dikke auto, echt een serieus dikke auto, die i30 Fastback. En te meer door die 2 stortkokers die zich aan de achterkant bevinden, eentje links, eentje rechts, komt een fantastisch orkest uit. Zeker als jij die N-knop hebt geactiveerd. Echt geweldig. Ik vind dit zo'n dikke auto om te zien. Van voor, van achter, van links naar rechts. Echt, het klopt gewoon. Super. Maar met alleen maar uiterlijke verfraaiingen maak je niet een soort van hot hatch feeders coupé. Nee, daar heb je meer voor nodig. En wat doet Hyundai dan? Daar hebben zij een mannetje voor in huis. Net als bij de normale i30N heeft Albert Bierman, de ex-topman van BMW M, zich volop bemoeid met deze auto. En dat resulteert in behoorlijk wat aanpassingen. Een hele directe stuurinstallatie bijvoorbeeld. Een direct op de motor geplaatste 6 versnellingsbak. Een gloednieuwe 2 liter turbomotor met 250 of 275 pk. Let wel, in Nederland krijgen we alleen die Performance 275 pk versie. Omdat bijna 300% van alle normale i30N rijders koos voor die sterkste versie. Dus hebben ze bij die Fastback gezegd, joh, we leveren alleen maar die 275 pk variant. We krijgen een extra stabilisatorstang tussen de veerpoten in de kofferbak. Die zie je zo van links naar rechts lopen ook als je die kofferbak open doet. Heb je meer ruimte nodig, zou je hem eruit kunnen halen. Maar joh, laat hem lekker zitten, want het zorgt voor nog betere rij-eigenschappen. We zien een veerpootbrug uiteraard voor tussen de veerpoten. We zien in het interieur zien we kuipstoelen, zoals het hoort bij een auto in deze klasse. En het verdwijnen van een elektronische parkeerrem. Want in een auto als deze wil je ook waar nodig aan dat handremmetje kunnen trekken. We hebben dus een analoog hengsel voor teruggekregen. Precies dezelfde aanpassingen dus als bij die normale i30N. Ook voor wat betreft de schokdempers en de veren rondom. Een actief systeem. Dus je kan kiezen voor meer comfort of juist meer stugheid. Kies jij voor de echte N-modus die jij met 1 druk op de knop hier op het stuurwiel het racevlaggetje kan activeren. Dan wordt die auto heel erg stijf. Dan voel jij echt elke oneffenheid in de weg. En behoud jij op die manier het optimale contact dat jij op de grens nodig hebt. Maar kies jij voor normaal, eco of bijvoorbeeld sport, dan kan je er ook voor kiezen voor net iets meer comfort, die auto wat rustiger is, dat je niet zo zit te titsen. En op dat gebied heeft Hyundai een aantal wijzigingen doorgebracht. Zo is de auto net even iets soepeler geworden dan de normale i30N. 11.000 andere i30N-rijders vonden namelijk dat hij
toch wel een beetje straf is in de dagelijkse praktijk. Dus de normale, de fastback versie is dus net even iets softer geworden. Maar goed, het blijft gewoon een bijzonder stevig afgeveerde auto. Maar ik moet het wel toegeven, niet op het vervelende af. Ik ben ermee naar het WK Vrouwen in Rijms gereden. Heb heel wat kilometers met deze i30 Fastback N afgelegd. Dit had je kunnen zien bijvoorbeeld via Instagram Stories en Instagram Posts. Volg mij 24/7 via Instagram en Facebook bijvoorbeeld. En dan blijf je altijd up-to-date van dit soort reisjes en trips. En dan moet ik ook echt zeggen, hij is helemaal geen moment te stug geweest. Het is echt gewoon een heel fijne en prettige reisauto ook op dat moment. Ook hebben de engineers de vooras net iets soepeler gemaakt dan bij de normale i30N. Dit zorgt voor een iets speelser geheel, een enthousiaster insturende voorkant. En je voelt ook daardoor wat mij betreft net iets beter wanneer de limiet wordt bereikt. En geloof mij, die limiet ligt ver, want wat is dit een fantastisch rijijzer geworden. Sterker nog, enige auto waarmee ik eenzelfde soort ervaring heb opgedaan als in deze Fastback N is de Subaru WRX STI. Een vierwiel aangedreven kanon met 300 pk vermogen. En met een tractie waar je u tegen zegt. Maar deze i30 N Fastback met zijn 275 pk op de voorwielen, een elektronisch aangestuurd speeddifferentieel en Pirelli P0 banden kan bijna eenzelfde ervaring opwekken. En dat vond ik eigenlijk wel magisch om te merken. Ik heb hem in de buurt van Laon in Frankrijk over een haarspeld bochtjesparcours gestuurd. Nou, en ik werd bijna bang van die auto. Wat een tractie. Wat een strak onderstel. En zo goed qua communicatie. Ik kreeg er gewoon kippenvel van. Hij stuurt in. Hij bijt zich vast. Het elektronisch speeddifferentieel werkt uitstekend samen met de tractiecontrole die op dat moment eigenlijk beperkt is. Hij laat ook wat wielspin toe. Maar geen moment duwt hij mij naar buiten. De kant waarop ik opstuur, daar gaat die auto ook heen. En echt waar, wat een geweld dat die auto dan maakt. Hij maakt je gewoon bang. Mijn bijrijder zat naast mij, werd kotsmisselijk. Die zat ook te filmen, maar die had echt zoiets van wow, en dat met een voorwiel aangedreven auto, ongekend. Later ben ik ook dat parcours teruggereden en dan zag ik ook gewoon symmetrische bandensporen staan. Links en rechts, twee zwarte strepen. Hij was op zoek naar die tractie. Je zag dat die auto had gewerkt, alsof daar een rallyauto had gereden. Ja, ik wist niet dat dat mogelijk was met zo'n, ja eigenlijk hatchback. Mooi is ook dat hij op dat moment voldoende speelsigheid op de achteras loslaat. Hij danst een klein beetje. Je voelt, als je gas loslaat, voel je die achterkant een beetje opzij komen. Doe je het heel grof, doe je het heel brusk, zet hij echt wel een stapje opzij. Maar het blijft ontzettend goed voorspelbaar. Echt fantastisch. Des te knapper is het feit dat als je dit op hogere snelheid doet. Ik had ergens een momentje in België dat ik achter een motorrijder aanschoot. Ik denk, nou kom maar op jongen, in de bochten ben ik jou de baas. En op een gegeven moment, nou, ik ging met 170 door een grote lange doordraaier. Maar ik moest even wat gas loslaten. Ik moest even een korte remactie doen. Dat zijn niet fijne momenten voor een auto. Als jij met zo'n snelheid van het gas afgaat, je rent ook een klein beetje om de vaart er een heel klein beetje uit te halen, dan kan die auto heel veel dingen gaan doen. En een auto met een te losse achterkant, waarbij het geheel niet in balans is, zal dan al vrij brusk de energie naar achter gooien. Dan zet hij een klein stopje opzij, kan het wel eens tricky worden. Niet met deze jongen. Dan is de voorspelbaarheid in het onderstel, de stabiliteit en grip nog steeds indrukwekkend goed op orde. Niet geheel verrassend natuurlijk, want heel die auto is gefine-tuned en eigenlijk ontworpen op de befaamde Nürburgring. Een circuit met korte bochten, maar ook een circuit met hele harde, lange doordraaiers. Ja, en dat voel je dan ook in de dagelijkse praktijk, dat die auto daar is gefine-tuned. Want zelfs op de grens weet die Fastback N echt te imponeren. En hij is zo vies snel, hè. PR-man van Hyundai, ik moet hem op zijn blauwe ogen geloven, vertelde mij dat een i30 Fastback N ruim over de 260 km per uur gaat. Dat is serieus hard.
Wil je nou weten hoe die fastback als auto bevalt, hoe groot de kofferbak is, hoeveel ruimte je op de achterbank hebt bijvoorbeeld? Klik dan even hier en kijk dan naar de test van een normale fastback die ik ongeveer een jaartje geleden aan een test heb onderworpen. Ben je net als ik helemaal weg van het design van die fastback en al die uiterlijke verfraaiingen? Onthoud dan dat je naar de Hyundai dealer kan gaan en een N-line versie aan kan vinken. Dan kan je dus bijvoorbeeld zeggen van nou, ik neem een i30 fastback met een 1.4 turbo met 140 pk en een 7-traps automaat met een dubbele koppeling. Geloof mij, dat is een hele fijne aandrijflijn. Dan kan je dus kiezen voor die N-line versie. Dan krijg je al die uiterlijke verfraaiingen. Je krijgt een iets straffer onderstel voor nog betere rij. Eigenschappen en dan heb je dus zo'n sportieve N-line. Want jawel, goedkoop is deze fastback en natuurlijk niet. Heeft natuurlijk alles te maken met ons Nederlandse belastingstelsel wat betreft de BPN. Hij is niet heel erg zuinig, al moet ik zeggen, ik heb een gemiddelde op en neer naar Frankrijk van 1 op 12. Vind ik niet heel erg slecht voor zo'n potente 275 pk sterk kanon. Maar daardoor kost deze auto, zoals ik hem nu rijd, 56.000 euro. Maar ik heb dan wel alle uitrusting die ik maar kan wensen. Climate control, multimedia navigatiesysteem, LED koplampen, automatisch groot licht, cruise control, actieve rijstrookassistent. Dus hij blijft tussen de lijntjes, stoelverwarming, stuurverwarming, alles zit erop. Ook die hele mooie dikke wieltjes. En als we een Golf GTI aan gaan vinken, die eigenlijk minder goed is, minder strak is dan deze Fastback N, dan zijn we ook zo'n bedrag kwijt. Vond je deze review interessant? Vond je hem leuk? En zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je bovendien niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Versteeg en ik zie je graag in de volgende video. Doei!